In ons onderzoek kijken we naar de maatregelen in verpleeghuizen door corona en met name het bezoekverbod. We kijken wat dat betekent voor eenzaamheid, sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers. Onze eerste indruk is dat er een zekere mate van eenzaamheid ervaren is tijdens het bezoekverbod bij zowel de bewoners als de naasten. Er waren vaak geen activiteiten en de sociale contacten die waren op afstand. We zagen ook dat de deelnemers op verschillende manieren omgingen met deze lastige periode en dat de ervaringen vaak afhankelijk waren van de mogelijkheden tot contact met elkaar en de regels in de verpleeghuizen. In ons onderzoek willen we stem geven aan verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. En dat is met name in het begin van de coronacrisis te weinig gedaan. Op basis van ons onderzoek willen we aanbevelingen formuleren en handreiking bieden aan de zorgpraktijk voor volgende uitbraken of andere virussen.